Ja, we staan aan de Zaanse Schans in Zaandijk. Misschien wel Nederlands meest pittoreske en archetypische façade. Maar het gaat vandaag niet over deze schattige huisjes aan de overkant. Het gaat namelijk over wat we niet zien. En dat zijn appartementencomplexen van maar liefst 23 verdiepingen hoog. Als het aan de gemeentebestuur had gelegen in 1970, waren deze er gekomen. Maar gelukkig, zou je kunnen zeggen, vonden de bewoners dit helemaal niks. En onvrede hebben ze geuit door architect Piet Blom uit te nodigen. En samen met hem werkgroep Boetje Zaandijk gevormd. En deze werkgroep die ging zich nadenken over wat dan wel kon komen in plaats van hoogbouw. Dus Piet Blom samen met hun zijn tot een idee gekomen van stedelijk woning op twee niveaus. Twee lagen die bestonden uit boven wonen met openbare gebiedjes voor de bewoners waar men kon spelen, planten plaatsen, de kat kon lopen. Maar daaronder de openbare ruimte waar verkeer, fietsen, wandelaars, etc. Zich allemaal plaatsvond. Nou, als je hier naar kijkt en ook in je achterhoofd houdt het pittoreske van de Zaanse streek qua architectuur, dan is het natuurlijk wel wat anders dan zowel de Zaanse architectuur als appartementgebouwen als het ontwerp van Piet Blom. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat de gemeente met een soort consensus tot dit gekomen is. De redelijk algemene woonblokarchitectuur, rijtjeswoningen. Maar dat neemt niet weg dat de invloed van Blom belangrijk was, maar misschien ook tot dit geleid heeft. Dus de vraag is, verdient hij een plek in de stad van Nederland hiermee?